Nee, 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 nee. Hup. Hup. Zo! Ik sta vandaag tussen de koeien. Ik ben vandaag boerin samen met Mandy. Die is ja. Leuk. Die is ja. Mandy, jij bent boerin. Wat voor koeien zijn dit? Melkkoeien. Het zijn melkkoeien. Ja. Kijk. Ze zijn super nieuwsgierig. Ja. Hey, hoe ziet een dag van een boerin er nou uit? Hier beginnen we om 8 uur en dan ga ik achter de computer zitten kijken welke koeien de robots moeten. En dan ga ik hier de boksen krabben, zodat ze weer een schoon bedje liggen. En dat doen we s'avonds ook tegen 1 uur of 5. Ze tikt ze aan en ze gaan lopen. Ze weten al van, we moeten gemolken worden. Je kiest wel om een bepaalde reden om boerin te zijn. En je hebt gewoon een beetje de vrijheid. En ik hou gewoon van dieren. Dus ja, ik vind het gewoon leuk, boerenleven. En dan ben je altijd buiten en met de tractor bezig. Ja. Gewoon het hele plaatje vind ik gewoon leuk. Ja. Hoe kun je eigenlijk tanden? En boerin zijn qua sociaal leven, dat is soms wel heftig. Soms wel eens lastig, ja. Heel veel mensen vieren hun verjaardag op vrijdagavond. Ik kan nooit op vrijdagavond, want ik moet altijd melken tot 10 uur. Nou, ik werk bij 4 boeren en nou, dan hebben we er 3 van de 4 hier nodig, zeg maar. Ja. Wij... Oh, je bijt in de vinger! Dit is echt een vak waar je heel bewust voor kiest. Ja, dan moet je wel bewust voor kiezen. Ja, en met heel je hart, want anders dan hou je niet vol. Anders ga je niet redden. Nee. Hey. Zijn dit nog zuigkalfjes? Ik wil zo graag met jullie knuffelen. Hier staat dan normaal allemaal mais. Maar dit is echt alleen puur voor het voeren van de koeien. Ja. Wil je ook een stukje rijden? Ja, dat wil ik wel, ja. Ik ben daadwerkelijk zelf een land aan het trekken nu. Zeg je dat? Land trekken? Woehoe! Nou, we zijn nu in de tweede stal. Ik ga jagen. De koeien. Oké, dus ik moet ze in de melkcarousel jagen. Ik ben bang voor jou en jij voor hun, hoor. Ze zijn zo groot. Zonne. Schiet op. Ze weten het donders goed, hè? Up, 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 up. Ik merk dat ik heb nog niet de overhand. We moeten dan verder omhoog. Ik ben echt totaal niet onder de indruk. Kom. Is het niet moeilijk om dit helemaal in je eentje te doen met zoveel koeien? Nee hoor. Nee, doe je gewoon, hè? Ja, vind ik niet lastig. Ja, vet stoer. Nou, als boerin moet je natuurlijk een hele harde werker zijn. Geen 9-5 mentaliteit hebben, maar dat zei je al. Gewoon heel veel van dieren houden. Denk ook wel een doorzetter. Ja, je moet ook veel verantwoordelijkheid hebben. Als er s'nachts iets zou zijn, dan zou ik daarheen moeten. Ik vind het echt mega bijzonder dat iemand van 21 zoveel verantwoordelijkheid draagt voor zoveel melk en zoveel koeien. Ja. Ik vond het echt heel cool. Echt. Maar laten we verder gaan. Ja, ze komen alweer binnen. Ja, precies. Doei.